Hallo mensen, welkom bij de Bindings of Isaac. Laatste keer dat ik Bindings of Isaac heb gespeeld, heb ik 7 Years Bad Luck gespeeld. En dat is precies ook wat die zin zegt, je hebt 7 jaar ongeluk. Dus ik heb 3 keer geprobeerd achter elkaar en ik kwam bij de laatste heel ver, heel sterk. Heel veel hartjes, maar helaas geen damage. Ik ga ze allemaal 1 voor 1 na, gewoon dus allemaal jullie laten zien wat ze precies inhouden. En nu ga ik nummer 3 doen en dat is Large March. Large March, de naam zegt het misschien al een beetje, is gewoon grote landen. Dus dat wat het betekent, dus de twee... Oké. Dat was een beetje een stomme dash wat de naam. De twee de twee levels. Wat je normaal van de basement 1 en de basement 2 zijn nu samengevoegd. En dat is meestal niet zo goed. Het heeft twee hele slechte dingen. Slecht ding 1. Je moet voor alle twee de items rooms allemaal alle twee een sleutel hebben. Dat is nummer 1. En nummer 2 is, je raakt een shop kwijt. Je hebt maar 1 shop hierin. En in elke level zit maar 1 shop, nooit 2. Dus dat betekent dus, als je nu veel geld zou voor je... je had bij de begin veel geld gevonden. Laat ik aan iemand praten. En wauw, eens even kijken wat deze spel is. Speed down, jee. Eens kijken wat deze item is. Mom's bra, dat bevriest de vijand gewoon tijdelijk. Het is een redelijke item. Maar goed, waar was ik? Stel voor, je komt in de eerste level en je hebt gelijk 15 cent om een item te kopen. Dan ga je naar de shop, maar nee, wat iets wat je niet wilt, zeg maar. Bam friend, die gast dat je geld steelt. En dan wil je niet. Dan denk je, oh, ik ga naar de volgende level, ik ga even naar de shop. Ja, misschien is dat wel zo, maar zelf wel, je hebt nog heel veel geld voor andere shops. Maar dat gaat niet, want door de dubbele levels ben je dus de shop gewoon kwijt. En dat is heel erg vervelend, ook dat je twee sleutels. Maar gelukkig hebben we al één, oh, dat is sleutel 2. En hopelijk vinden we snel de tweede item room. En hopelijk zit daar misschien iets beters in dan Mom's Bra. Het zou wel fijn zijn tegen baas zijn dat je tijdelijk kan bevriezen. En oh, dat is gelijk de baas room. Tijdelijk kan bevriezen en lekker los opschieten. Maar het nadeel is ook nog dat het gelijk de begin is. Dus moet je een shop gaan overslaan. Dus je bent gewoon één shop helemaal kwijt. De kleine voordeel is, je bent snel al mee klaar. Want je hebt 2 levels in 1. Dus je bent dan gelijk door de basement heen. Kijk, naar de depths kom je naar hier altijd. Ik ga een beetje op die namen door de wacht. We weten waar de shop is en alles. We weten waar de baas is. Alleen die laatste item moeten we nog vinden. En gelukkig is het de eerste level. Oh, crap. Nee, dat kon ik niet. Zoiets kon ik niet echt ontwijken. Gewoon te veel kogels. En zeker die spread shots. Die zijn vervelend. Maar nu ook dat je speed down hebt, dan kan ik dat niet echt ontwijken. Als je speed down hebt, dan kan je heel weinig ontwijken. Eens kijken wat we nu krijgen. Oeh, wat is dit? Dit is... Oh, yes. Dit betekent tot mijn tranen. Om de zoveel tijd, als er wel vijanden zijn, wordt dan een vlieg. Dus kan ik ook nog vliegen spawnen. Dus kijken misschien of ik wel een paar vliegen misschien uit kan krijgen. Als ik deze hoofdloze baby heb gedood. Dat is een hele vrij simpele kamer. We hebben de item. Ah, dat is al 1 vlieg die ik al heb. En dan bewaar ik die wel voor de baas. Oh shit. Oh, en een pul gekregen. Ik kwam in één keer 3 vliegen. Ik kan kijken, deze. Bamza keys. Ah, crap. Nou, ik heb tenminste genoeg sleutels. Dat betekent, die pil doet gewoon sleutels voor bommen en bommen worden sleutels. Dat doen we niet eigenlijk. We gaan nu gewoon even naar de baas. En hopen dat deze 3 vliegen wat goed damage doen. En hopen tussen het vechten komt er nog meer vliegen. Mom's Bra zou heel fijn zijn dat het veel goed bevriezen. Oh, de Headless Horseman. Het voordeel is, als we deze verslagen hebben, dan kunnen we gelijk vliegen. Dat is wel een voordeel, want we krijgen een hoofd. Hoe doen we dat? Ik weet niet. Als je... Dat is een beetje stomme damage. En de Headless Horseman is heel vervelende baas. Ik probeer die hoofd zo snel mogelijk kapot te krijgen. En ik moet oppassen dat ik niet
De hoofd is altijd de grootste uitdaging. Oké, de hoofd is kapot. De hoofd is altijd de grootste uitdaging. Nu moeten we alleen nog de lichaam vermoorden nog. En dan kunnen we tenminste rondvliegen. Dus dat is wel een groot voordeel. Verder doet hij alleen maar deze. Ik dacht dat hij ook nog vliegen spande, maar gelukkig doe ik vliegen spande random momenten. Hij is al bijna dood. Ik denk dat ik geen kans krijg met de deal met de duivel. Ik heb al wat damage gekregen. Oeh! Een little chop heb ik geunlocked. Dat is heel fijn. Eerst leg ik me deze item uit. Nu kan ik vliegen. Dit is een spacebar item. En ik kan zeg maar chargen. Word ik tijdelijk onverwoestbaar en ik val de vijand keert. Zeg maar één keer van de ene kant naar de andere kant aan. Little chop is zeg maar wat elke keer kans geeft als een room cleared of denk muntjes op gaat. Krijg ik gewoon meer kans voor hartjes. Maar hier, dit is een voordeel. Ik kan hier lekker gewoon rondvliegen. Dus dat is wel heel erg fijn. En charge! Zag je dat? Dat was mijn charge attack. Flink wat damage gaf het. Nu moet ik ze gewoon even... Dit is een vrij simpele baas. Misschien dat ik heb geluk en dan krijg ik weer misschien een deal with the devil. En hopen dat hij iets goeds heeft. Misschien een brimstone of zo. Dat zou heel erg fijn zijn. Maar tot ik ook kan vliegen is ook bij het movement speed heel erg omhoog. Dus ik ben ook nog stukken sneller. Ik denk dat deze item ook nog een movement speed boost geeft, ja. We hebben deze bijna verslagen. En ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Ik hoop een deal with the devil. En tot ik... ik ben de naam even kwijt van de item van vliegen spawnen. Het is een beetje lastig als je gewoon zoveel items hebt en we hebben Passion Boy. Dat is alleen maar wat geld. En ik heb... Nou ja. Eens kijken hoeveel ik eruit krijg. Als ik 15 cent eruit krijg... 14. Was er niet een plek waar ik kon... Weet je wat ik doe? Ik ga nog even die laatste twee kamers even onderzoeken. Maar dat is nu toch een extra verloop. Misschien krijg ik nog één muntje en dan kan ik tenminste naar de shop gaan. Dan sla ik tenminste niet een shop over. Want als je naar de volgende level gaat, dan ben je gelijk een shop kwijt. Dat is het vervelend. Dat is één dingetje wat ik niet wil. Dus ik heb nog maar één muntje. Dat is een hartje. Even dat trollfire uitschakelen. Misschien krijg ik daar hier uit het vuur allemaal één muntje. Dat is wat ik hoef. En dan hoop dat ik dan een kompas of zo kan krijgen. Dat ik een kompas of een map zou kunnen krijgen, dat zou geweldig zijn. Even een beetje schuin gaan schieten. Hierin. Een beetje timing, maar ik wil zelf niet kapot geschoten worden. Kom op, ga dood. Ja, je moet deze echt een beetje strategie schuin schieten, zeg maar. Want als je daarin gaat, dan word je goed als geraakt. Oké, hier zijn wat gewoon vliegen. Maar gelukkig kan ik zelf vliegen. Auw, godverdomme heb ik toch weer stomme damage genomen. En nog steeds... geen muntje. Kom op, één muntje. Dat is alles wat ik hoef. Ik heb meer dan genoeg hartjes hier liggen. Dus ik kan het wel veroorloven om hier rond te vliegen. Rond te lopen. Als die ene nu even gewoon doodgaat. Twee vliegen dood. Zo. Een pil. Wat was deze weer? Barmzaki. Nee, die neem ik liever niet. Want dan heb ik geen sleutels meer. Misschien als ik zeg maar overvloed van bommen heb en ik heb sleutels nodig of zo, voor zoiets zou ik het wel gebruiken. En wat is deze pil? Dat is een vraagteken. En dat is... Bad trip. Nou, dankjewel. De laatste kamer. Ah, stomme vliegen. Ik zie dat ik een sleutel weer heb gekregen. Maar het liefste zou ik graag een muntje willen. Dat zou ik het liefste willen. Eén muntje. Een sleutel. Twee sleutels. Oh, ik weet. En geen muntje. Er zijn een paar kamers voor de secret room. Nou, laat maar zitten. Ik krijg... Oké, dus ik moet helaas een shop gaan overslaan. Dat is heel erg jammer. Ik had gewoon een muntje krijgen. Ik heb geen bommen om naar de secret room te doen. Ik zou wel kunnen wisselen van sleutels naar bommen. Maar dan heb ik geen bommen meer om... Wacht eens even. Dat is een goldetje. Laat me die maar even openen. Ik heb toch vier sleutels. Misschien krijg ik daar wel goede items uit. Want er kunnen ook hele goede items of wat geld uitkomen. En daar is 15 cent. Oké, dan kunnen we toch naar de shop. En wat is het? De ladder. En daar heb ik helemaal niks aan. Het zorgt ervoor dat je over één gat heen kan.
Dat is het enige wat hij doet. Dus stel voor, je hebt een plek in het midden van de map wat bedekt is met gaten. Waar je niet overheen kan. Dan kan je daar met dat ladder overheen. Maar ik heb al vliegen. Dus oh, nee. Dat wil ik niet. Ik kom mijn vliegen graag terug. En dan gaan we gewoon verder. Nou, tenminste, dat we die shop weten wat de waardeloos is. Als je dus bovenaan kunnen zien, hebben we nu twee plekken en één klap gedaan. Dat doet Excel Floors. En deze challenge heet Martial Arts. Dus zijn allemaal Excel. Want nu kom je ze ook nog random tegen. Eén moment heb je een normale vloer, ander moment heb je een Excel vloer. Dat is altijd onverwacht. Wanneer je dat krijgt. We hopen dat we wat goede items krijgen. Tenminste, twee sleutels voor de items. Drie sleutels. Dus we kunnen ook nog even een kist. Oh nee, een paar maar voor de volgende. We hebben gelijk de item room gevonden. Een bom. Wat krijgen we hieruit? Dus attack fly. Veel vliegen om mij heen. En ik heb een attack fly. Attack fly is gewoon zo'n vlieg wat kogels denk ik tegenhoudt en valt aan. Maar omdat het een aanvalvlieg is, blijft hij ver uit mijn hoofd. Ver uit mijn hoofd, ver uit mijn buurt. God, ik kan echt niet meer praten. Maar daarom heet deze ook Forever Alone. Wordt deze ook vaak genoemd. Omdat hij zo ver weg van je is. Dat ik zoveel vliegen kan spawnen. Dat is toch een verdomste item, want die kamikaze flies. Auw. Die doen het toch nog heel damage. Hier van die kijk ik mijn item. Een sleutel. Oh, ik heb geen sleutels tekort. Oeh, pink eye. Pinky eye. Dat zorgt ervoor dat je random tiers gif zijn. Dus om de tijd schiet je wel eens een paar groene achter elkaar. Of één om de zoveel tijd. En die zijn dan vergiftigd. Wat doe ik zo moeilijk? Hier is gelijk de shop. Laat me gelijk hier naar binnen gaan. Oh god. Mom's purse. Dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk twee trinkets kan dragen. Wat doet dat? Dat is verdomste feit. Dus als ik nog een trinket vind, dan kan ik dat gaan doen. Dat is weer wat geld. Maar we moeten de andere item room vinden. Maar ik ben al aardig sterk met die kamikaze flies en pinky eye. Dus het ziet er belovend uit. En ook nog dat ik kan vliegen, geeft dat ook nog een grote voordeel. Zoals hier. Ik kan gewoon hier staan. En dan gewoon hier lekker gewoon constant blijven schieten. Ze komen lekker niet aan me. En ze moeten dan een of andere tijd toch wel doodgaan. En ze zijn allemaal dood. Attackfly heeft me ook flink geholpen. Helaas is dit een doodlopend gang. Ik kan helaas niet in een mall trap room omdat ik damage heb gekregen. Of dat is de boss. De enige manier dat ik daar nog in kan is als ik letterlijk nog één hartje heb. Dus als ik op een of andere manier één hartje heb met wat soul hearts, dan zou ik misschien daarin gaan. Maar met één hartje, in ieder geval niet. En wat heb ik hier? Ah, speed down. Heb ik liever bombs dan keys. Ik heb al 6 bommen, dus als ik zoiets wil wisselen van 6 bommen naar 2 bommen en dan 6 sleutels, hoef ik maar die pil te nemen. Even deze killen. En dan hopen dat we snel de item gewoon vinden. Weer doodlopend en een sleutel. Nou, spullen heb ik meer dan genoeg. Sleutels en bommen. Soms is het ook wel eens een beetje lastig om gewoon op dit spel te concentreren en te praten tegelijk. En mijn misspraken. Dus dat is erg lastig. Wat je moet je voorstellen, je moet je concentreren op wat je doet. Dat je geen verkeerde bewegingen maakt zoals dat. En je moet proberen te praten om het een beetje entertaining te houden. Dat is wel lastig. Soms raak je wel zo'n stomme momenten als dat met die stomme vliegen. Als hij alsjeblieft wel dood wil gaan. Kamikaze flies. Dat probeer ik te zeggen. Een golden chest. Ik heb al 3 sleutels. Jawel, ja, nat. Bomsleutel, hartje. Dat is een win. Oh, we hebben de arcade gevonden. Ik ga gewoon hier staan. Oh nee, ik heb... Oh! Ik heb die op mijn HP gelet. Ik dacht dat ik door de stenen kon schieten. Dat is echt super dom. Oh wel. Laten we het nog één keer proberen. Het is toch een beetje vroeg. Ze was zo'n 15 minuten bezig. Dat was gewoon echt heel stom voor mij. Ik was heel sterk, maar... Ik heb gewoon flink gefaald. Dat is gewoon. Ik zat gewoon te praten. Ik zat hier op mijn HP te laten hoeveel hartjes ik had. Ik dacht dat ik door de steen heen kon schieten. Maar ik had geen spectral tears.
waar je door steden kan schieten. Ik kon wel vliegen, maar ik kon nog niet door steden schieten. Dat helaas nog niet. En we zitten weer zoals normaal bij een extra large floor. Oh, we hebben last hier. Die last me naar mij. Oké, dat klonk helemaal verkeerd. Die wil gewoon jou graag knuffelen. En hopelijk hebben we gewoon de leuke upgrade van hem. Heet Poison Touch. Dus als een vijandje aanraakt, dan doet hij heel veel damage. Dan kan je ook heel goed gebruiken. Als je heel veel hartjes hebt en je kan je hartjes verliezen. Dat hebben we. Poison Touch. En je kan hartjes verliezen. En we hebben Pushpin. Dan kan je dat heel goed helpen. De Pushpin. Oh, en een damage up. De small rock. Dat geeft een damage up, maar ook een speed down. Dus ik ben wat langzamer. Zoals ik me al kan merken. Nou, ik heb al Poison Touch en een damage up. Dus dat zal redelijk heel goed beginnen. En voor het begin van het spel. Het begin van de ronde is dat echt heel goed. Want als ik nog een paar damage up krijg voor speed up. Isaac Fork. Huh. Ik denk toch dat ik liever de pushpin heb. Dat is om de paar schoten piercing. Dat het door de vijand heen gaat en dan door. En de fork doet denk ik om de 6 of 4 monsters wat je killt een half hartje omhoog. En dan vind ik piercing toch wat sterker. Want als je daar vijanden tegelijkertijd met een paar tranen kan raken, dan is dat juist heel goed. Nu moeten we alleen even de twee itemroepers vinden. Hop. We hebben weer een tintentrak, maar ik heb helaas geen bommen. Anders kan ik die tintentrak opblazen plus 2 bommen krijgen en een pil. Dus ik moet een bom vinden en snel. Nou, deze loopt nou, niet dood, maar ik ga nu maar verder naar een andere kamer. Even deze baby's doden. Om dan te kunnen verder gaan en helaas geen bom. Ik ga eens naar boven kijken. Nee, dat moet ook doodlopen, denk ik. Want, nee, er is nog maar één weg waar ik door kan gaan. En hoop dat ik daar een bom kan krijgen. Ah, ik doe wel aardig goed damage om ze te killen. Oeh, had ik geluk. Kijk, een bom hier? Nee, helemaal niks. Kom op, ik wil die bom hebben tot ik die 2 bommen kan krijgen. Zoals je daar zag, dat was een piercing shot. Daar is een bom. Nu ga ik even terug. Ik weet dat dat nog een tittertrak is, maar als je naar die ene gaat, dan krijg ik een tittertrak en 2 bommen terug. Dus dat is een dubbel win-win. Ik ga hem direct hier in de hoek plaatsen. En hopen dat alles goed gaat. Yep. Ik heb... Oh, 3 bommen. En een soul heart. En een pil. Hopelijk is het deze keer een goede. Bad gas. Nou, bad gas is hetzelfde als poison touch. Doet eigenlijk hetzelfde damage. Dus als de veldje damage doet, dat laat je gewoon een flikken scheet. En dan hebben ze flink pijn van jouw gas. Dat is een golden chest. Maar nee, ik moet mijn sleutels bewaren voor de item rooms. En dat is sleutel 2 daarvoor. Dus ik heb hem gelijk voor de... niet die item. Arcanisch cookbook. Daar is ik het zo goed uitspreek. Dit boek plaatst per 3 kabels of zo 4 kabels moeten laden. En dan plaatst ik gewoon in elke kamer waar je dit gebruikt overal random bommen. Dat is niet echt fijn. Hop, damn it. Dan kon ik niet echt ontwijken. Dus dat is eigenlijk gewoon hetgene wat het doet. Het plaatst gewoon overal random bommen en... bommen en het kan zelfs ook gewoon mij raken, die bommen. Dat is het vervelende. Ah, gelijk een gratis bom gekregen. Dat is heel fijn. Dus bommen kom ik voorlopig niet tekort. En een rusty key. Ik hou liever de rusty key. Dat geeft me meer kans om sleutels te krijgen. Oh, dit is een veel beter spacebar item. Geef me die maar. Dit geeft me gewoon tijdelijk onverwoestbaarheid. En alles wat me aanraakt tijdens die onverwoestbaarheid doet gewoon flink damage. Dus eigenlijk is het gewoon zoiets een Mario Star, kan je het zeg maar noemen. Ik heb gelukkig snel dat vuur uitgemaakt dat niet die harpers dadelijk in brand gaan. Want dan zijn ze veel moeilijker te blussen. Want als ze in brand staan, dan doen ze niet meer damage, maar dan zijn ze meer tankier. Zeg maar, ik moest ze eerst blussen voordat ik ze kan killen. Dus weer een half hartje. En daar is de boss room. Oh, ik ben benieuwd wie we gaan krijgen. Met mijn unicorn horn. Dat moet het wel redelijk makkelijk zijn. Oeh, famine. Dan krijgen we dus zeker weten de cube of meat. Kijken we. Kom op, die. Ga,
En hij is al bijna dood. En ik heb toch nog damage gekregen. En... there we go. Hij is verslagen. En we hebben de eerste Cube of Meat. Die gaat ons tenminste een beetje beschermen tegen kogels. Dus dat is fijn. En maar gelijk naar de tweede baas. En dat is... Larry Jr. Dat is een redelijke simpel baas. Als hij je niet in de val lokt. Dus je moet toch wel een beetje voorzichtig zijn. Want hij kan je wel eens in de val lokken met de poep. Wat hij laat droppen. Maar gelukkig heb ik een damage opgekregen. Dus dat krijgt eigenlijk redelijk snel dood. Als hij weer ophoudt bij poepen. Oké, dat is eentje al dood. Maar die was wat kleiner. Daarom is deze wat langer. Dat is ook meestal zo. Sommige Larry Jr.'s zijn even lang. Dus ze allemaal even lang zijn natuurlijk. En de andere is gewoon... dat de ene wat kleiner is, de andere wat groter. En we hebben een deal with the devil. En een HP omhoog. En een baby op het gezicht. Die groeit. Oeh. Brimstone. En de dead cat. De dead cat ga ik helemaal niet pakken. Want dat is een verschrikkelijk item. Maar brimstone. Yes please. Ik heb misschien nog maar 2 hartjes. Maar dat moet redelijk goed lukken. Ik moet helaas shop overslaan. Want ik heb niet genoeg geld. En ik ga niet mijn laatste 3 proberen om een item room te vinden. Maar we hebben brimstone. Dus dat gaat wat makkelijker worden. Ah, daar heb ik toch nog damage. Nou, nu is het wat makkelijker dat die 2 dood zijn. Maar brimstone, als je kan zien, doet het eigenlijk een damage op en een flinke laser. Bom. Ik kan hier naar binnen. Ik ga daar liever niet naar binnen, want ik heb maar 2 hartjes. Misschien als ik wat meer soulhars of zo allemaal heb. Dan ga ik misschien dan wel naar binnen. Zo, die zijn allemaal in één keer dood. Oh, I love brimstone. Zo fantastic. Nu zitten we in de caves. Oh shit. Oh, dan zag je dat. In één keer dood allemaal. Ja, ja. Spring maar aan die stekels. Damn it. Ik moet ook een beetje wennen. Het is dus pas de derde keer dat ik pas brimstone heb. Dus het is toch een beetje wennen hoe je ermee moet omgaan. Eens kijken of het me lukt om allebei te pakken. Yep. Dat is één ding wat ik weet. Je kan schuin door de stekels lopen. Even mijn brimstone laden. Voor de volgende plek. Oké. Cube of Meat. Red mijn leven weer. Oh crap. Oh, Cube of Meat. Je bent awesome. En we hebben een tarotkaart. En dat is de Emperor. Die brengt me gelijk naar de baas. Ik snap niet het verschil. De Emperor brengt naar de baas. Maar de Empress... die doet Mom's Foot omlaag brengen. Ik wou even die ton kapot schieten. Dat voelt me wat veiliger. Even 1 vliegtuig killen. We hebben nog steeds geen items room gevonden. Moeten er 2 zijn. Gelukkig heb ik... oh, ik heb meer dan genoeg hartjes. Dus daar hoef ik me geen zorgen van te maken. Mijn unicorn is geladen voor de baas. Maar ik zou graag die 2 item rooms vinden. En hopelijk misschien nog wat geld voor de shop. Dus als ik wat extra sleutels vind, ga ik voor die gouden kist. Maar nu nog voorlopig nog niet. In die curse room ga ik liever niet, want ik heb niet genoeg hartjes. Maar we moeten de item room vinden. Oké, dit is going to hurt. This is going to hurt. Oh my god, Cube of Meat, je bent awesome. Oh god, dat is net zoals het... oh mijn god, en als hij ook nog wat groter is geworden. Oh, daar liep ik bijna in. Nope, you're not going to shoot me. Loading. Fire. En weer een hartje. Heel veel hartjes krijg ik. Dat is meestal zo, hè. Als je hartjes nodig hebt, dan vind je ze nergens. Als je geen hartjes nodig hebt, vind je ze overal. Dat is altijd zo. Dat zou die fantastisch zijn als we die in de arcade of zo konden vinden. Of een donator. Boom. Oh, Cube of Meat gaat weer beleven. Cube of Meat is altijd een hele goede shield, kan je zeg maar noemen. Een goede schild voor kogels. En deze aflevering doet hij mij heel veel redden van damage. Ook behalve dat er dan. Maar ik kan niet alles tegenhouden. Maar hij doet ze wel goed. Als hij nu ook nog Guardian Angel of zo kon krijgen. Dat is net zoals dat het Cube of Meat wat nu kogels tegenhoudt. Maar dan draait hij gewoon veel sneller rond. En ook nog met een paar Pretty Flies. Dan had ik gewoon echt de mega schild om me heen. Ik kon bijna geen kogel op me raken. Het enige wat me daar kon raken als er monsters zijn die echt op me afgaan. En nou, waar is de freaking item room?
vraag ik me nu af. Die zijn dood. En ik liep direct in die bom en dat is een full heart damage. Dat is echt stom. Even deze killen. Red chest, wat krijg ik eruit? Even laden. Oh, kappie spa. No, thank you. Ik wil bij de laatste twee hartjes die erop offeren. Heb ik maar 6 soul hearts, maar ik hou liever mijn normale hartjes. Even deze killen. Oh, love brimstone. Het is ook piercing, hè? Dus het gaat ook nog echt alles heen. Oef, net op tijd. Even snel laden. Eén vlieg killen en dan kunnen we tenminste naar de item home. En weer een touwkaart. Welke is dit? Ook de emperor. Hetzelfde. Oké. Okay. Wat hebben we hier? Oh my god. Wij hebben nu eigenlijk een andere challenge, zeg maar. Er is een challenge ook nog hierin. Dat heet... Flyboy, dacht ik dat heette. En dan krijg je deze twee items wat ik nu heb. De item... Oh nee, dat was bij de laatste keer dat ik dood was gegaan. Maar deze item zorgt ervoor elke keer als ik damage krijg... spannend er vliegen om me heen. Kamikaze flies. Oké, hier doe ik gewoon even... deze gebruiken. Ik weet ook misschien wat de baas kan gebruiken, maar ik wou die riskeren. Ik kon te veel damage daar nemen. Want ik was niet snel genoeg, want door... ik denk ook nog het... Oh my god. Zoals je daar zag, nu is er één keer heel veel vliegen gespand. En we hebben een child's heart. Dat zorgt ervoor dat er meer kans is voor hartjes omlaag vallen. Ik denk ook wel wat genoeg sleutels hebben. Ik heb liever dat er wat extra hartjes door hem afvallen. Dan ik grab deze item wel even op. En ik zet hem weer gelijk neer. Dat zorgt ervoor als ik nu escape duw. Dan heb ik hem zeg maar wel hier tussen staan. Nou niet hier tussen staan. Maar ik heb hem wel in mijn lijst staan. Als ik nog twee andere... cat items op zou rapen, dan zou ik in guppy transformeren. We moeten nog steeds één item room vinden. Ah, hier gaat hij nog door. Oké, Cube of Meat gaat weer mijn leven. En kamikaze flies. Deze kant op. Als we die laatste item room hebben gevonden, kunnen we tenminste naar de baas room gaan. Ik heb letterlijk maar een half hartje. Dus ik weet niet zeker of ik dit kan halen. Ik ga... Oh god damn it. Dit gaat bedood worden. Oké, okay, we hebben tenminste de item room gevonden. We hebben eentje alvast gekillt door de kamikaze flies. We moeten alleen deze nog killen. Nu moet ik wel even goed opletten hoe ze schieten. Zo, die zijn dood. En weer een half hartje. En wat krijgen we in deze item room? Mom's lipstick. Dat is gewoon een range-up, maar omdat we brimstone hebben, heeft dat dus helemaal geen zin. Ik weet dat er bij de baas voor een heel hartje ligt. Laten we nog even één kamer doen. Dan is tenminste mijn unicorn horn helemaal geladen. En ik kan het ook gelijk voor de baas gebruiken. Dat is een vrij simpele kamer. Gewoon wat vliegen en wat turrets. Ik ben gelukkig sneller dan de vliegen. Oké, okay, mijn unicorn horn is geladen. Nu gaan we even naar de baas toe. En dan gaan we die eens even goed verslaan. Dat is echt heel fijn. Wat ik allemaal heb gekregen. Brimstone is een geweldige item. Ik ga niet in de curse room, want ik heb daar niet genoeg hartjes voor. Ik bewaar liever de sleutels en bommen voor dat. Maar ook nog dat ik Cube of Meat heb die fantastische werk doet. En alle damage er wat tegenhoudt. En monsters voor me killt. En oei, liggen veel hartjes zeg. Misschien kom ik daar nog terug als ik nog hartjes nodig heb. Maar dat denk ik niet. Laten we kijken wie we krijgen. Oh, Fistula. Die verlaat ik laatste keer als ik gekillt. Als er heel veel Fistula's zijn, dan doe ik mijn unicorn horn. Als het een beetje te druk is. En de baasmuziek is zeker opgehouden. Maar dit is een speciaal niveau. Dus zeg maar super Fistula. Want hij doet geen maaien. Maar bamflies. En ik heb liever bamflies dan maaien. Want die vind ik stukken makkelijker killen dan maaien. Want die gaat niet zo trek op je af. Die gaat gewoon een speciaal manier heen en weer. En hij heeft verslagen. En we hebben een speed up.
de belt. Dus dat is ook weer heel fijn. Dan kunnen we gelijk de unicorn horn bewaren. Voor deze baas, Piep. Oh, die is hier dat. Oh, we hebben gelukkig de makkelijke kamer. Als we gewoon hier blijven staan, dan kunnen we gewoon blijven schieten. En hij kan niet door steden heen springen. Dus je kan hier gelukkig als hij staat. Het enige wat vervelend gaat worden zijn de vliegen. De vliegen? De ogen bedoel ik. Oh, hij sprong net. Dus we kunnen hier gewoon lekker blijven staan. Een beetje de ogen ontwijken. Dit is de enige makkelijke piep wat je kan krijgen. Want normaal heb ik altijd moeite ermee. En zeker die ogen, die moet je zelfs extra opletten. Want je moet dan op piep letten, op de ogen, de kogeltje, daartje en niet in die pis wat op staan. Maar we hebben het gelukkig lekker makkelijk. We hebben Mams coin purse. Dat zit vol met pillen. En hopelijk zijn er allemaal goede. Pil 1. Tears up, heb ik niks aan. Pil 2. Oh, HP omhoog. Awesome. En nog een keer. HP omhoog. Oh. En wat is de rode? Is bad gas. En we hebben weer de Empress. En tot we die ook nog Eternal Heart hebben opgeraapt, hebben we gelijk 5 hartjes. Als we hier doorheen gaan. Helaas geen Devroom, ik denk dat ik te veel damage heb genomen. Nu heb ik toch nog even een reden om hier terug te gaan. Voor wat extra hartjes, om het helemaal vol te krijgen. En dan kunnen we gelijk weer verder. Dan zijn we met de basement en de caves klaar. En dan moeten we gelijk in de depths, denk ik, zitten. Was het? Ja, de depths. Nu moet ik extra oppassen. Want nu doet denk ik alles een heel hartje damage vanaf hier. Dus daarmee moet ik altijd extra opletten. Maar door Brimstone moet het laatste gaan. En dit is ook de laatste kans voor een shop. En dus hebben we wat whoop the shoot. Zombies. Ik kan het zelf niet verschrikkelijk uitspreken. Oké. Maar nu moeten we gewoon even de item rooms vinden. Oeh, een trinket machine. Misschien kan ik een leuke trinket krijgen. Zou ik het reserveren met 4 coins? Nee. Misschien als laatste. Anders blaas ik het misschien als laatste op. Oh crap. Nee, ik moet mijn unicorn horn gebruiken. Er zijn er te veel. Ik vind alleen maar de Emperor en de Emperor kaarten. Wat is dat vervelende? Oh crap. Oh, wat de hel, mijn brimstone schoot hier. Misschien kan ik de damage. Oh, ik haat deze. Ik doe nog maar altijd damage. Kijk, die altijd. Ze zijn zo irritant. Ze zien er misschien een beetje schattig uit, maar. Ze zijn oer-irritant. Nog maar 2 hartjes. Ik heb gelijk de bathroom en wat krita's gevonden. Eentje is gelukkig al dood. I'm going to die. Oké, die is dood. Nu nog die killen. Letterlijk nog maar 1 hartje. Dus dat is niet echt goed. Hopelijk kom ik snel wat hartjes tegen. Ik heb Child's Heart, dus er moeten sneller hartjes droppen. Oh crap, I'm going to die. Nou, oké, we zijn net nog overleefd met nog een half hartje. Oh man, die zijn altijd zo verschrikkelijk tanky, die creatures. Waarom krijg ik geld? Ik heb hartjes nodig. Er zijn gelukkig wat vliegen gewoon. Moet snel zijn. Hop. Oh, dat is nice. Man. Oh ja, yeah, de bom heeft hem opgeblazen. Die moet die opblazen. Een hartje? Nee, een bom wat ik niet kan pakken. Liever niet naar de shop gaan, want ik heb niet genoeg geld. En dat kan ook greed zijn. Oh man, ik heb echt hartjes nodig. Anders wordt het geen succesvol run. Oh crap. I'm dead. Nou mensen, dat was weer een van mijn probeersel van Binding of Isaac. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en hopelijk doe ik het wat beter. Nou, ik zie jullie weer bij de volgende Binding of Isaac. En dan ga ik de volgende challenge doen. Kijken of die wat beter gaat. Dus kijken wat de volgende is eigenlijk. Oeps, dat mag ik niet doen. Main menu. Challenges, volgende is... 9 lives. Oh god.